Goedemorgen allemaal. Ja, daar lopen we dan samen. Ja, ik en Ro. Gezellig. Het is vandaag dus alweer een dinsdag. En ik heb zometeen om 10:50 heb ik een afspraak in het ziekenhuis. Ja, ook leuk. Dus, gooi weg. Gooi weg, Ro. Dus, wat doet hij ook? Mooi. Goed zo. Dus maar om 10:50 heb ik dus mijn echo. Ik ga nog niet vertellen welke echo. Ik wil net zeggen. Ja. Ja. Zie jij andere keer? Nee. Dat dus. Maar dat flik ik ook wel eens hoor. Gaat er maar één kant. Kan gebeuren. Wel ja. Dat gaat er maar één kant op. En ze heeft ook gewoon groot gelijk. Als ze ergens anders moet wezen, ga je gang. Mm-hmm. De boete is niet voor mij zelf. Nee, gelukkig niet. Dus maar wij gaan dus nu onderweg naar het ziekenhuis. En ik vertel het zo meteen wel als we weer uit het ziekenhuis komen. Dus tot straks. Ik ben weer in de mal na een hele lange tijd. Ja, dat dus. In de mal. Verwacht op oma. Zeker. Ik zie mijn eigen vaste club hier niet. Dus ik kan hem weer krijgen dat ik hier niet mag filmen. Maar ik mag hier toch wel filmen, dus dat scheelt. Kunnen ze mij toch niet tegenhouden. Dat dus. Ah, mijn vriendinnetje is er ook weer. Nee. Ja, wel. Nee. Wel? Nee. Niet? Nee. Ben je dood? Ja. Mag het? Hoezo? Sorry, hoor. Hij schat. Ja. Ben je dood? Nee. Ja. Ben jij dood? Nou dan, en dan kun je toch, en toch niet meer praten, wel? Jawel, wil je praten ook. Oh. Ja, oké, okay, check. Ja. Precies. Ja, dat is ongeveer de grootte die ik nu heb voor de papieren. Waar, wie? Geen idee waar je het over hebt. Eind het nou. Het zal wel. Ik vind het goed met je. Kijk, die is weer te groot voor dat wat ik zoek. Hoppa. Aan de ander. Hoppa. Die past toch niet op mijn kast? Hoe duur is dat ding? Geen idee. Ik loop wel even achter hem aan. Ik zie zo, schat. Ja, en nou zie je ze echt overal. Ja, handig. Oké. Ik hou hem eventjes in mijn gedachten. Ik hou hem even in mijn gedachten, zei ik. Scheelt weer. Dit is ook alweer leuk, dit is leuk, dat is leuk. Alles is leuk. Hé Ro, alles is leuk hè tegenwoordig, ja. Dan hebben we dit hier ook nog. Ja, je ook gewoon, hoppa. Dat is zeker leuk. Nou, die is heel schattig. Deze is heel schattig. Cutie. Dit is schattig. Goedje doen? Ja. Dit vind ik gewoon schattig. Waarom weet ik niet? Ja, sokjes, ja. Die heb je toch wel overal. Ja, en die hoort daar niet. Ja, hoppa. Leuk. Ja. En wie zal daar op mij wachten? Ja. De enige echte. Roderick. Ook gezellig. Hoppa. Kan gewoon. Top. Hij gaat gelijk omkeren. Ja, ja. Wij gaan weer zo meteen even de Jumbo in. Rodi gaat een karretje pakken.
zoals altijd. Vindt Ro leuk. Ja, precies dat. Leuk, leuk, leuk. Hey, pizza bakker. Huh? Hi. Wij zijn gewoon als vrienden. Oh. Ja, en dat ken ook gewoon. Vrienden. Ben je nou zwanger? Huh? Ben je zwanger? Ja. Dat dus, ja. Gelukkig wel. Ja. Voor jou een vraag en voor mij een weet. Ja. Laten we het daar lekker op houden. Nah, nou nee. Dat en dat ook weer niet. Het is gewoon een Hollander. Sorry. Maar ja. Surinaamse man. Ja hoor, nou nee. Ik weet wie en wie de vader is, jongens. Dus maak je daar maar niet druk om. Dus alleen, jullie zullen hem nooit zien in de vlog. Nope. En dat wil ik ook niet. Nee. Dus, eens even kijken. Alleen hij wordt nou wel zwaar voor mij. Mijn god. We gaan eens even kijken wat en wat hier lekker is. Nou, en sinaasappel erbij. Joehoe. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 euro dan. 5 euro? Nog geen snoepjes voor jou, hè? Nee. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Mag je dit wel hebben op de naam? Ja, dat mag ik hebben. Ja, ik ken ook gewoon. Ja. Kan gewoon. Nope, niks en op panade, Jenter. Helemaal niks. Haha. Jammer, joh. We gaan Roderick even in actie zien. Een kastloper. Dat vindt hij heel leuk. Lopen nou. Gewoon echt gewoon even demonteren. Mag ik eventjes op... Ja, daar kan je gewoon op staan. Mag ik op je handen kijken? Ja, mijn handen kijken. Hoe vind je dat nou en dat deze kast eruit gaat? Interesseert eigenlijk helemaal niks. Interesseert je helemaal niks. Nee, maar deze kast gaat eruit. En ja, er komt een hele andere kast voor terug. Maar dat gaan jullie allemaal wel zien. Dus we zijn druk bezig, zoals jullie kunnen zien. Dat was moet nog allemaal in de wasmachine. Wat nu in het ledikantje ligt, is allemaal schoon. Ja. En ik had geen energie meer over. Dus ja. Daarom doet Ro het nu weer even. Kan ik eventjes even 10 minuten bijtinken. Daar zijn we weer. Ja. En zoals je kan zien. Het wordt aardig leeg zo. Dus ja. Nu nog even dit eventjes even weggooien. Nou niet weggooien, maar eventjes ergens anders even neer knallen. Dit. Kijk op... deze even eruit. Daar naartoe dit kan gewoon in één keer mee. Hoppa. Kijk. Zo. Dat kan in één keer oppa weg. Kan in één keer opgepakt worden. Hoppa. Dan doe ik hier weer. Doe ik even naar boven. Wat meer handzaamheid. Zo. Ik zeg het waarschijnlijk fout, maar hey, maakt niet uit. Als jullie mij maar begrijpen, dan vind ik het best. Ik weet eigenlijk niet eens weer wat dat is, maar oké. Hoppa. Dat is. Oh, handschoentjes. Hé, hey, handig. Daar naartoe. Mijn tongpiercing. Ja, handig. Hé, hey, ik heb hier nog... die is handig. Die past niet.
Zo. En zo. Ja, kan gewoon. Hoppa. Ja, die. Die pennetje. En deze kan weg. Deze gooi ik weg. Helemaal goed. Kijk. De gang die staat een beetje vol. Maar hey, dat maakt niet uit. En dan ga ik zo meteen even rammen. Laadje er even uit. Ja, kijk gewoon even deze eruit. Doe hem gewoon zo. Hoppa. Kan gewoon. Oh. En dan gaan we deze doen. Hoppa, hallo focusje. Even zo. La 1 mag eruit. Hoppa, en zo gaan we zo meteen even gelijk door. Ja, het gaat nu hard. Het gaat nu heel erg hard. Even zo meteen deze eruit halen nog. Deze. Deze eruit. En dan gaat het echt hard zo meteen. Ja. De camera die wordt zo meteen ook overgenomen. En, ja, gaat het echt zo meteen hard. Dat is leuk. Opruiming. En dan komt toch je partij troep er vandaan. Oh. Ik moet haar gewoon naar bellen. Zeker. Zeker moet ik dat gaan doen. Dus, maar ja, maakt niet uit. Maar ja, de camera die wordt zo meteen overgenomen. In 3, 2, 1, de camera wordt overgenomen. Hoppa, ik ga eerst deze nog losmaken. Hoppa, en dan ga ik die eruit halen, deze losmaken. En dan gaat hij in één keer wat, denk ik zo. En dan gaat hij die kant opvallen, want maar die kast staat ook die kant op, scheef op. Zo. Hoppa. Hoppa. Spagaat. Ja, ik ken ook gewoon. Wel ja, joh, een spagaat als kast. Ja. Kijk, en dan hebben we hier nog weer een spaanplaatje. Hoppa. Hoppa. Blijf staan. Nou, en de rest moet even rood doen, want dat mag ik niet meer tillen. Nee, ja, deze spaanplaat wel, maar... Zoals dat mag. Auw. Zoals dat mag ik. Deze mag ik niet tillen. Die mag ik niet tillen. Die niet. Die niet. Die niet, want die is ook joods. Loodzwaar. Doe dat dan alvast even aan richting het balkon. Ik wil het begrijpen, dan kan ik die andere leren. Wat? Ik wil dit dan. Ja, moet jij dat leren? Doe ik die andere leren? Ja. Ja. Kijk, en dan deze kan ook even die kant op poppen. Gewoon even laten knakken hier. Kijk, is hij los. Hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Gewoon even losmaken die handel. Hoppa. Kan gewoon. En zo. Dat kan gewoon. Kijk, dat kan gewoon. Hoor. Kijk. Doe gewoon even zo. Hoppa. Een boekje eronder. Nog een boekje eronder. Ik kan ik gewoon even bezig. Kijk, gewoon even laten. Laat gaan. Kijk, alsjeblieft, hier, pakken. Alsjeblieft. Dan moet hier eens deze moeten even. Hoppa. Net
knal ik zo met een lekkere gebobbel. Doei! En deze mag jij zo meteen over het balkon heen pleuren, want deze is het blauw. Deze is het zwaarste, deze. Deze grote hier, Ko. Hoppa. Ja, kapper. Jullie staan nou niet meer goed. Hey, doe ik het wel anders? Ja hoor. Maar jullie staan nou even niet goed. Nee. Wij zijn meteen wel weer. Kijk, nu wel weer. Hoop ik. Toch. Gewoon even timmeren. Ik ken gewoon. Alles kan hier, jongens. Alles kan gewoon. Kan hier. Oh, ja. Ik moet nog eventjes even op de trap, want ik moet even wat loshalen. Ja. Ja, nu zien jullie dus ook even van hoeveel ruimte er is. Mijn god. Echt. Je kan hier zingen. Joehoe. Het is een beetje galm. Nou, deze hele... Dit mag er helemaal vanaf. Het is helemaal zo droog als ik weet niet wat hier. Ik scheur het er zo vanaf. Ja. Zo droog is het. Hoppa, kijk. Ik scheur het er zo vanaf. Ja. En dan mag hij gewoon even gaan stukken. Dat mag er even af. Ja. Dus. Spinnetje doodmaken. Nee, spinnetje dood graag. Ja. Huh, ik zeg toch doodmaken, hè? Wat doe je? Niet. Kijk, ik wel. Dag. Nee, Ro. Ik zeg gewoon dood. Klaar. Punt. NL. Wat Wouter niet wil moeten zien, maar... Hoppa. En dan moet het dus tot en met hier er vanaf. Nou, dan mag ik mijn woningbouw bellen. Dat ze mogen gaan stukken binnenkort. Ja. Hoppa. Zo. En eigenlijk kan je dit het beste nat gaan maken. Maar Karin is een beetje eigenwijs. Ja. Hoppa. Dan heb ik er aardig altijd weer wat vanaf. En deze behang, dat was paas. Dat kun je daar ook wel een beetje doorzien. Dus ja, dus nee, dat zeg ik. Lekker bezig.
Zo, hoppa, ik vind het even goed zo. Ja, check, dat dus. Dus dit moet nog helemaal vanaf, deze hele muur. Maar dan moet ik het eerst nat maken en dan kunnen we lekker er gaan afpeuteren. Moeten we ook even voor deze week gaan doen. Heel goed. Ja, en jullie zien dus deze kleur. En dat wil ik eigenlijk gewoon helemaal weer doorvoeren. Deze hele kleur. Gewoon tot helemaal daar. Dus ja, dat dus eigenlijk. Dus ik ben nog wel even bezig. Ja hoor, maar dat geeft niet. Nou, wat hebben we hier? Een lege kamer. Bijna leeg. Hier stond de kast. Ja, nu niet meer. Wie hebben we daar? Hi. Hi. Wat heb je daar voor moois? Ik heb een hele mooie doos. De blije doos. Hoe blij is die? Nou, heel blij. Ja. Hoera! Ja, en die gaan we even openmaken. Hoppa. Volgens mij heb ik deze al open gemaakt. Maar maakt niet uit, geeft niet. Dat kan nog doen, niet. Doen we dat nog een keer. Een Videoland. Mm. Dan hebben we sokjes. Mm. Ik heb daar ook nog bij. Dan hebben we hier een speentje. Ik heb er ook nog bij. Hoppa. Mm. Dan hebben we hier een fruithapje. Mm. In de koelkast. Ook lekker. Dan hebben we hier een pot pindakaas. Oh, 100%. Dan hebben we hier een flesje water. Mm, als je dorst hebt. Dan hebben we hier een drinkflesje. Ik heb er ook nog bij. Een verzameling drinkflesjes, zeker. En dan hebben we hier nog huppers. Kijk dan. Ja. En dan hebben we hier nog cola. Oh, lekker. En dan hebben we hier allemaal informatie. Jongens. Even kijken wat ik ermee doe. Zo niet. Gaan we lekker weer weg. Hoppa. Kijk, heb ik alweer een lege blije doos. Ja, heel mooi. Ben je daar blij mee met de lege doos? Ja. Okay. Opruiming. Oké. Okay. Gaan we even met je meespieken. Lief online bestellen. Nou, bla bla bla. Een Easy Walker. Nou, maar ik heb al een hele mooie gezien. Dan hebben we hier picknick. Nou, daar ga ik toch niet bestellen. Dat scheelt weer. Nu met korting. Vitamine D druppels. Okay. Altijd wel handig. Ja. Dus deze hou ik wel. Ja. Dan hebben we hier nog. Hey. De W van W. Gaan we even openmaken. Rabla, wat zit erin? 10% korting op je bestelling bij 10 euro. Bij de Weekamp. Ah, altijd handig. Mooi. Blij ouders, blij baby. Een kind krijgen, het mooiste dat er is. Extra belangrijk nu om je relatie goed te houden. Gelukkige relaties. 7 tips. Oh, dat is wel leuk gedaan trouwens zo. Tip 1. Praat met elkaar, elke communicatievorm de basis van een goede relatie. Het klinkt als een open deur, maar hoe doe je dat? Kijk via de QR-code naar een gratis instructie van een eilandgesprek. Tip 2. Volg een masterclass of online cursus. Bla 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 bla. Nou, zoveel geld ga ik niet eruit aan besteden. En dan hebben we tip 3. Aandacht. Geef naast je baby ook aandacht aan elkaar en aan je relatie. Daarbij helpt je ook een goed boek voor ouders. Bestel partners door dik en dun. Bla bla bla. Tip 4. Ga samen naar training. Oh ja, zo. Ik zag die hele tip 4 niet. Ga samen naar een training, bijvoorbeeld hou me vast, een cursus van EFT. Krijg de liefde die je wilt. Weekenden van Imago Relatietherapie, Relatiebootcamp van Paul Hessel. Dan na 5, weet in welke fase je relatie zit. Elke relatie doorloopt verschillende fases, handig om te weten. Elke een relatie gaat veelal ongewild van verliefdheid en naar irritaties en zelfs machtsstrijd. Je kunt steeds opnieuw vrede maken. Lees hoe je blablabla boek. Ja, ik ga iedere keer een boek bestellen. Ja, is goed. Ja, praat met een goede relatiecoach of therapeut. Bijvoorbeeld via Emotionally
Ja, focustherapie, imago, relatietherapie, Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Heel goed. Praat met elkaar. Nee, zo. Dat lijkt op en op elkaar. Tip 7. Ja. Maak plezier en maak je partner blij. Lees hoe in... in hoofdstuk 2 van de fik erin. Lees hoe... Lees hou me vast om te verbinden. Lees de 5 talenten van liefde. Lees de liefdestaal test. Liefdestaal.nl test. Blablabla. Helemaal goed. Daar. Doei. Voor de verzorging van je huid rond de anus. Hey, ja. Hebben die dan? Geen idee. Hebben die dan? Geen idee. Geen idee, weet ik niet. Maar dat is wel even handig. Want als je bent bevallen is dat wel plakken, prikken, prikken en klaar. Met embla-pleisters. Zo zacht en fijn. Klinkt goed. Ja, nou de mijne, die krijgt gewoon de prikken en niet zeuren. Klaar. Niet zeuren. Die is leuk. Ja, 10 maanden af, sorry. 8 maanden. 2 maanden. Hoppadeel, 11 maanden tot een jaar. Oké. Nou. 1 jaar, 10 maanden oud, 8 maanden, blablabla. Ik vind het gewoon prima. Ja, leuk. Hoe ze het ook allemaal weer verzinnen? Hè? Ja. Ze verzinnen wat. Nou, dit is dan over de flesjes, welke je het beste kan gebruiken. Nou, dat bepaal ik zelf. Nou, je hebt al flesjes. De fopsteen voor vrij ademen door de neus. Nou, dat bepaal ik nog altijd zelf welke ik ga doen. De online zwangerschapscursus voor mannen. Ja. Oh. Wat kost een kind? Ja. Dit is gek. Ja, doei. Dat mag je zelf bepalen. Doei, bombe, poging. Ja, dag, doei. Darmkrampjes, altijd wel handig. Alles komt uit. Die koor kan weg. Hoppa. En dan kan ik nu wel... Hallo, dan kan ik nu wel heel veel zeggen voor jou, Karin. Dat moet je bewaren. Nee, dat mag ik zelf bepalen. Ik ga mijn kind opvoeden zoals ik die wil. En dan kunnen mensen wel misschien zeggen... Ja, dat moet je niet doen. Ik ben met de paplepel ingegoten. Ben je vervelend in de winkelcentrum, dan ga je lekker buiten staan en dan ga je daar lekker krijzen. Nou, prima. Ben je weer binnen vervelend? Nou, dan pakken we de auto of de fiets en we gaan naar huis. Simpel. En wil je alsnog krijzen binnen, dan ga je lekker in de hoek staan. .nl. Ja hoor, ben ik heel makkelijk in. Gewoon en de ouderwetse opvoeding. Welkom in onze wereld. Ja, hey, doei. En deze wereld is al knijterhard. Daar. Oh baby, oeps, vergeten. Eerst hulp bij zwangerschapsdementie. Ja, die heb ik al. Vergeetachtigheid. Ja. Maar is dat dement? Nee, denk wel. Wat is dit? Een envelopje. Om het nog spannender te maken. Ja. Dubbele bescherming voor hout en tegen lekken. Ja, dat is heel fijn. Tot 50% korting. Ja, nou... Liefste ouders, gefeliciteerd met je kerstverse kleintje. Nou, bij jou in mijn buik. Ergens. Ja. Lekker warm. Ja, doei. Mazzel. Doei. Lekker een beetje opruimen. Ja, precies dat. En dit is van een Videoland. Deze had ik al geopend. Zo. Die daar naartoe. En gelukkig heb ik al Videoland. Dus. Krijg je korting? Krijg je een korting? 1 maand Videoland cadeau. Oh, dat is wel lief van ze. Ja, nou mag jij dan hebben als je dat nog niet hebt. Oh, oké. Okay. Alsjeblieft. Schat, ja. Dankjewel. Heb ik jou weer gelukkig gemaakt. Doe ik deze hier even in. Hoppa. Helemaal goed. Ja, dat dus. Zo. Dat dus. Hoppa. Helemaal prima. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus... Vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.